De 65 Final Edition. Heel bijzonder dat hij hier staat, want er zijn er maar 130 van gebouwd. Kijk, dit is een drempel, hè? Kijk naar mijn hoofd. Oh, die ging best wel. Driver's Dream kijkers, we zijn vandaag bij, jawel, je ziet het al, hè, Thijs Timmermans. De rode 812 Superfast met de meeste kilometers erop van de hele wereld. Meer dan 100.000 kilometer in 2 jaar tijd. Maar daar zijn we hier vandaag niet voor. Nee, we gaan vandaag iets rijden wat binnen staat. Kom maar mee. Oh, en voordat we naar binnen gaan, kijk nog eventjes. Een Ferrari 812 GTS, oftewel de cabriolet. Best wel bijzonder om weer te zien. In het Blue Tour de France. Mooi kleurtje. En ja, deze is gewoon verkocht en komt in Nederland op Nederlands kenteken. Dus die ga je misschien wel zien binnenkort. Maar Thijs is natuurlijk bovenal AMG-koning. Hij verkoopt heel veel AMG's per jaar en ook Ferraris. Maar we zijn hier vandaag voor AMG. En niet zomaar eentje, nee, voor de S65 AMG. Dus wij gaan eens eventjes een ritje maken. Een goodbye naar de S65 AMG. Die helaas niet meer terugkomt. En hier staat hij dan, 3,5 ton op Nederlands kenteken, schoon aan de haak. De 65 Final Edition. Heel bijzonder dat hij hier staat, want er zijn er maar 130 van gebouwd. Dus je gaat ze niet heel veel zien. Nou, goed kijken, want je kunt ze met name aan die gouden velgen en wat badges herkennen. Dat dit echt de Final Edition is. De motor, die V12 met turbo's, die is niet anders dan in een normale 65. Gewoon 630 pk. Alleen deze is net eventjes vanmorgen verkocht. Goed voor Thijs, lekker. Maar wij mogen er niet meer mee rijden. Maar we gaan wel met een S65 rijden, want ja, hij komt niet meer terug, de AMG. En dit is degene die wij vandaag gaan rijden. De S65 AMG uit 2018, 2 jaartjes oud. Wel de facelift, maar hij kost dan ook maar de helft. Dus driver's dream tip van de dag, hou je van afschrijven. Koop een S65 AMG en we gaan je er nu alles over vertellen. En we zijn onderweg in de S65 AMG. Fluister stil aan boord. Ja, maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik het toch nog even hebben over vorige week. Supercar Sunday. Ja, het was heel druk. Er waren veel auto's, veel mensen. En mede door het mooie weer was het ook heel erg druk op de wegen naar Zandvoort toe. Veel file. En ja, toen besloot de veiligheidsregio rond 2:30 het evenement stil te leggen. Nou, dat heeft een enorme impact gehad, natuurlijk ook op de organisatie, maar natuurlijk vooral, het was niet leuk voor de toeschouwers. Niet voor de toeschouwers die er al waren en zeker niet voor de mensen die nog naar binnen wilden, want die stonden voor een gesloten deur. Nou, we hebben heel veel mailtjes, DM'tjes gehad afgelopen week, frustratie, boze mensen, allemaal zeer begrijpelijk. Die hebben we ook allemaal beantwoord. En ja, we hebben de lering uitgetrokken, we hebben lessen geleerd. En ja, dat nemen we allemaal mee naar een volgend evenement die hopelijk niet meer in coronatijd zal zijn. Maar gelukkig, de jongens van Driver's Dream waren er op tijd. En die hebben ja, best wel wat mooie beelden geschoten, dus die willen we jullie niet onthouden. Dus was je er wel, dan kun je nu nagenieten. Ja, en was je er niet, om wat voor reden dan ook, ja, dan kun je nu alsnog de beelden zien. Ja, en dan hopen we je toch volgende keer weer onder vrolijkere omstandigheden te zien. En we zijn weer terug in de S. Nou, dat was Supercar Sunday. Nu de S65 AMG. Want wat een brute directieauto is dit toch. Ja, ik zeg directieauto. Maar eigenlijk hoor je natuurlijk in, zeker in een 65 AMG, achterin te zitten. Lekker een beetje je e-mails te lezen met een kopje thee, koffie, whisky, whatever. Vandaag ben ik eventjes de chauffeur en dan geniet ik van 630 pk met die 12 cilinder en 2 turbo's. Ja, dat blok komt misschien nog wel terug in een volgende S-klasse. Trouwens, die nieuwe S-klasse heb je gezien, hè? Oh, die wordt wel mooi. Maar die nieuwe S-klasse, ja, die krijgt nog wel een 12-cilinder, maar dan alleen in de Maybach-versie.
AMG's komen er niet meer met 12 cilinder, alleen maar 8 cilinders en turbo's. Dus ja, vandaar dat die Final Edition er was. En vandaar dat ja, dit eigenlijk een soort goodbye is. Dit is de laatste S65 AMG. Hij heeft heel hard afgeschreven, maar misschien gaat hij nu wel heel hard weer omhoog en wordt het een collector's item. Ja, wat een machtig apparaat is dit toch, zo'n S65 AMG. 1000 Nm aan koppel, hè. En dan gaat zo'n kolos van dik 2000 kilo 0 tot 100, 4,3 seconden. Vandaag een paar kilootjes erbij, dus het zal misschien 4,5 seconden zijn, maar het gaat zo hard en vooral soepel, souplesse. Dat is wat deze S65 AMG vooral heeft. En dan maakt hij wel herrie, maar op een hele beschaafde manier. Hij zit eigenlijk een beetje tussen die ja, Rolls Phantom, die je eigenlijk helemaal niet hoort. En dan heb je zijn broertje, de S63 AMG. Dat is de brulboei. Dat is een herriemaker. De 65, die maakt wel herrie, maar beschaafd. Je hoort hem wel, maar op de achtergrond. Maar hij is vooral krachtig, heel erg krachtig. En ja, er is elk moment van de dag, bij elk toerenbereik, is er gewoon koppel, koppel, koppel. Poef, poef. We gaan nu even een drempeltje over en weer zo'n bocht nu al langer doordraaien. Nou, dan is die best wel... Woep. Je neemt gewoon drempels en hopsakee, moeten we wel even remmen hier. En dan zitten we hier van nu gewoon, hup, drempeltje weer, drie man. Kijk, normaal, als je dit met een straf afgeveerde auto doet, dan schiet je meteen met je kop tegen het schuifdak. Maar nu, ja, het is een echt een aparte combinatie. Het is een vleugje Rolls, het is een vleugje AMG, het is een vleugje directie. Er zit wat whisky in. Ja, het is een soort hooligan in maatpak. Heerlijk. Kijk, en dan gaan we nu in de meest brute stand, de Sport Plus. En dan hoor je die 12 cilinder weer die poef, die knallen in die uitlaat. Dan weet je weer, oh ja, het is toch een AMG. En hij komt tot leven en, oh jongens, 200. Zijn we in Duitsland? Oh ja. Die auto trekt nog sneller op dan die afschrijft. Nou, dat is knap hoor. Dat is knap. Ah, dat koppel, dat koppel, dat koppel. En twee keer met je ogen knipperen en oepsakee, we zitten in een of andere VW Caddy of wat is het? Ja, de S-klasse is toch wel de ultieme directieauto nog steeds. En ja, de concurrentie, het wordt steeds minder en minder en minder. Jaguar met de XJ, de laatste koerswijziging was al een lastige en ze gaan nu naar vol elektrisch, de nieuwe XJ. De Audi A8. Ja, die is een beetje op heel veel techniek en zelfrijden, maar waar zijn de S8'en gebleven? De echt dikke Audi's. Ze zijn er niet meer. BMW houdt het nog een beetje vol met de M67 Li, maar je moet Mercedes en AMG toch de credits geven dat zij ja, de enige fabrikanten eigenlijk in de wereld zijn die een powerhouse als dit bouwen. Gewoon directieauto's die, als je erom vraagt, heel soepel en heel rustig zijn en alle comfort bieden, maar zet je hem in Sport Plus, dan is het gewoon alsof je in een AMG GTR rijdt van dik 5 meter lang, waar je 4 mensen in kunt vervoeren. Het is gewoon knap. Zijn er dan ook nadelen in een S65 AMG? Jazeker, hebt u even. Ja, de eerste is natuurlijk gewoon de afschrijving op Nederlands kenteken en dat komt natuurlijk vooral door die BPM. Ja, als je hem gewoon nieuw uit het rek trekt bij Thijs of bij Mercedes, ja, dan kun je gewoon de 4 ton aantikken. Ben je 10 kilometer onderweg, kun je er al een ton afhalen, want dan is die misschien nog een keer 3 waard. En na een jaar, anderhalf jaar, krijg je er nog 2 van terug. Dit is gewoon een afschrijvingskanon. Mede mogelijk gemaakt door Rutte & Co. en de BPM. Klopt. Daarnaast, is die onderscheidend? Nee. Je moet wel echt een kenner zijn en als je de S65 badge eraf haalt, ja, dan zie je het verschil aan de buitenkant gewoon niet. Het kan gewoon een S250 diesel zijn. Dat je denkt, hé, hier komt mijn Uber voorbij. Maar dit zul je toch niet snel als Uber meemaken. En ook van binnen. Het is gewoon een S-dashboard wat ze in Stuttgart van het rek trekken. Niets wijst erop dat je in een 65 AMG rijdt. Ja, als je rechtervoet naar beneden gaat, dan wel.
behalve een rijdend powerhouse, is zo'n S-klasse natuurlijk ook altijd het visitekaartje van Mercedes-Benz op technologisch gebied. Dus alle know-how die ze hebben, die proppen ze altijd in zo'n S-klasse. En zeker op deze 65 AMG zit het er allemaal op, hè. Lane Assist, Night Vision, Head-Up Display. Boeien! In een S65 AMG is het vooral loeien. Bram! Aan de kant met je Mini. Oeps. Jongens, ik knip het twee keer met mijn ogen en ik rij op een landweggetje. In Duitsland hoor, in Duitsland. We zijn helemaal naar Duitsland gereden. En ja, 200. Oeps, drempeltje. Kijk, dit is een drempel, hè. Kijk naar mijn hoofd. Oeh. Oh, die ging best wel. Ja, ik weet het wel wat het is. Dit is gewoon de Uber. Nou, ik zit nu al 2 uur in zo'n ding. Ik val eigenlijk wel op slaap. Hey Gurp, ga jij eens even rijden? Ik ben er klaar mee. Nou, hij heeft niet echt een directiechauffeursopleiding gehad, die Gurp. Want ik heb nooit een gordel achterom. Maar die Gurp weet je het nooit. Maar dit is natuurlijk waar je moet zitten als je je verplaatst in een S65 AMG. Lekker achterin. En kijk eens even met mijn 2 meter. Wat een beenruimte heb ik hier nog gewoon. En oh. Kun je even stoppen, want ik ben misselijk. Kan er best wel aan wennen aan zo'n S65 AMG. Zit best wel goed. Zou ik alleen wel een andere chauffeur willen. Kijk, ik heb nou de WDR Aken, maar waarom doet dat ding het niet? Oh, hier, afstandsbediening. Ah, je mag dus geen muziek erin doen, vanwege de rechten. Maar ik heb dus de Bee Gees met Staying Alive. Ha! Staying Alive! Staying Alive! Jongens, als jullie mij wit of grijs zien worden, dan ligt het echt aan de chauffeur vandaag. Want, godverdomme. Ja, zo'n 12 cilinder met 630 pk, dat is normaal natuurlijk al een behoorlijke drinker. Ik denk, die doet wel mee voor de Frits Westerbokaal. Maar wat wij vandaag halen is gewoon echt 1 op een emmer. We gaan zo even tanken, maar ik denk dat we 1 op 2, 1 op 3, dat we dat gewoon gaan halen. Maar het ligt een beetje aan de rijstijl van vandaag. Ja, met zo'n auto ga ik het natuurlijk ook niet zelf tanken. Dus jongen, hang die slang er eens in. Maar het is niet normaal wat dat ding zuipt, want ja, deze doet wel mee voor de Frits Westerbokaal. Kan ook een beetje aan ons rijgedrag liggen, maar dit is echt vandaag 1 op een emmer. 1 op 3, 1 op 4, dat halen we wel hoor. Ja, in tegenstelling tot de chauffeurs van vandaag is dit gewoon een hele chique uitvoering. Donkerblauw met zilveren velgen staat gewoon heel mooi. En ja, hier staat het al, S65 en inderdaad de AMG. En als je denkt, AMG, waar komt dat ook alweer vandaan? Nou, dat staat op die badge aan de zijkant. Afalterbach! Dat je altijd weet waar de auto gemaakt is. En zoals bij elke AMG staat er op het motorblok een handtekening van degene die hem gemaakt heeft. En in dit geval is dat Zorian Armin. Nou Zorian, goed werk afgeleverd, want 630 pk, hij werkt lekker. 18.000 abonnees. We gaan goed met Driver's Dream, maar we zijn er nog lang niet. Nou, ik 25.000. Zullen we dat afspreken? Dat gaan we in oktober gewoon halen. 25.000. Dus zit je te kijken en ben je nog niet geabonneerd? Eventjes subscribe. En ja, als we 25.000 hebben gehaald, dan zorg ik gewoon dat we iemand van die abonnees uitkiezen. En die kom ik dan een dagje met deze S65 halen. En ben ik een dag die jouw directiechauffeur. En moet je naar je werk of naar school of naar je schoonmoeder, weet ik veel wat. Ik ben gewoon die dag jouw chauffeur, dus subscribe. We zijn weer terug in Waardenburg bij Thijs. En we gaan hem weer netjes in 1 stuk inleveren. Laatste bochtje. Oh, die gaat nog soepel hoor. En dit was de S65 AMG. De video van deze week op Driver's Dream. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ook van de beelden van Supercar Sunday. Ja, toch wel heel bijzonder om dat allemaal bij elkaar te zien. En ik zie jou de volgende week op Driver's Dream.